oorlog in de Caucasus. Armenië en Azerbeidzjan staan lijnrecht tegenover elkaar. De inzet is de betwiste regio Nagorno-Karabach. Op de achtergrond spelen wereldmachten een rol. En die maken het conflict groter dan slechts een regionale strijd. We beantwoorden de belangrijkste vragen met Bob Deen, coördinator van het Rusland en Oost-Europa-centrum bij Instituut Klingendaal. De regio Nagorno-Karabach is onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan, maar er wonen vooral christelijke Armeniërs. Het conflict gaat terug tot het begin van de 20e eeuw. Nog voordat de Sovjet-Unie het gebied in handen kreeg, was er al etnisch geweld. En in de jaren 20, toen de Sovjet-Unie het weer overnam, hebben ze het gebied aan Azerbeidzjan, aan de Sovjet-Republiek Azerbeidzjan, toegewezen. Maar ze hebben het zodanig getekend dat het gebied eigenlijk een enclave werd dat in Azerbeidzjan lag. En daar heel diep liggen dus die wortels van dit conflict. In de jaren 80, toen de Sovjet-Unie wankelde, bepaalde het parlement van Nagorno-Karabach dat het tot Armenië wilde behoren. Dat leidde tot nieuw geweld tussen Armenië en Azerbeidzjan. In 1994 kwam er een wapenstilstand. Nagorno-Karabach bleef Azerbeidzjaans, maar het wordt sindsdien gecontroleerd door Armeense separatisten, met hulp van de Armeense regering. Waarom zien we nu dat het geweld weer oplaait? Dit conflict is dus eigenlijk in meer dan 25 jaar nooit opgelost en de frustratie neemt toe, vooral ook bij Azerbeidzjan. Dat gebied wat Azerbeidzjan beschouwt als het eigen grondgebied nog steeds bezet wordt gehouden. En er was een soort logica dat er steeds maar escalatie plaatsvond en dan weer onderhandelingen. Maar Azerbeidzjan zag dat er uit die onderhandelingen eigenlijk steeds maar geen voortgang kwam. En daarom is het ook natuurlijk die militaire stap gezet om te proberen een stukje grondgebied terug te pakken. Maar het is moeilijk te zeggen wie er nu met het geweld begonnen is. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, hebben zeer beperkt toegang tot het strijdgebied. Dat geldt ook voor journalisten. Armenië en Azerbeidzjan laten maar al te graag met gepolijste video's zien hoe strijdvaardig ze zijn. En beide zijden hebben er natuurlijk belang bij om met hun oorlogspropaganda aantallen te noemen of de ander de schuld te geven, waardoor we dus niet kunnen varen op informatie die door Armenië en Azerbeidzjan zelf gegeven worden. Het conflict wordt verbreed door de betrokkenheid van Turkije en Rusland. Ja, deze regio is eeuwenlang een gebied geweest waar de Turks en het Russisch of het Ottomaanse en het Russische Rijk met elkaar in botsing kwamen. Het is een belangrijk transitgebied, inderdaad voor olie en voor gas. Turkije staat historisch vijandig tegenover Armenië en steunt Azerbeidzjan, waarmee het culturele verwantschap heeft. Niet alleen heel uitgesproken, maar ook vooral op dat militaire vlak heel sterk steun uitsprekend voor wat Azerbeidzjan aan het doen is. En dat heeft wel de machtsbalans in de regio aardig veranderen. De Armenen vinden hun belangrijkste bondgenoot in Rusland. Maar de Russen hebben ook defensie- en energiebelangen in Azerbeidzjan. Tegelijkertijd bemiddelt Rusland namens de OVSE in het conflict. Hoe moeten we de rol van Rusland zien? Wat Rusland altijd geprobeerd heeft te doen, is te zorgen dat dit conflict niet echt opgelost wordt, maar ook niet helemaal uit de hand loopt. En wat mij dus nu zorgen baart, is als je naar deze escalatie kijkt, dan of het is het geval dat Rusland deze escalatie zelf wil en heeft opgestoken, of het is het geval dat Rusland die escalatie wil stoppen, maar het niet lukt om te stoppen. En ik zou zeggen dat beide heel zorgwekkend zijn. Wat zijn de vooruitzichten voor het strijdtoneel? Dat is moeilijk te voorspellen. Azerbeidzjan lijkt het overwicht te krijgen in de strijd, ziet Deen. Daardoor heeft het land minder belang bij een wapenstilstand. Maar bijna alle partijen hebben inmiddels wel verklaard tegen Azerbeidzjan dat er geen volledige militaire oplossing kan zijn voor dit conflict. Dus wat ik verwacht, maar het is heel moeilijk om in een onzekere situatie als dit hele stellige uitspraken te doen, is dat Azerbeidzjan zal proberen nog wat meer grondgebied terug te pakken. Als het ze lukt om Nagorno-Karabach zoveel mogelijk af te snijden van zowel Iran als Armenië, dan hebben ze straks een veel sterkere positie aan de onderhandelingstafel. En dan is het een zaak om weer beide partijen aan tafel te krijgen, zodat ze kunnen praten over een wat langere termijn oplossing.